Hey, eindelijk ben ik in deze review. Dit keer hier vanuit Maastricht. Ofwel, uit Maastricht. We bezoeken de kermis hier best wel vaak. Op het Vrijthof. Nou, ik had dacht zo van... De weergoden zijn een beetje gegund. Helaas niet. In Geidekeer is het mooie weer een beetje achtergebleven. Je ziet wel een beetje blauwe lucht hier. Maar de behangen behoorlijk. Veel donkere wolken. Het aanbod wat hier staat is eigenlijk redelijk altijd hetzelfde. Maar misschien met leuke vernieuwingen is het nu op de attracties. Dan misschien wel speciale chips die ze hier verkopen voor Maastricht. In ieder geval, normaal gesproken zijn we dat gewend alleen in Duitsland. Maar er staat hier een breakdance die speciale chips hebt laten maken met het wapen van Maastricht erop. Dus hoe geinig kan dat zijn? Maar er zou hier eigenlijk ook een Starflyer staan. Nou, die van Dauphin, die heeft een hele restyle ondergaan. Ik van, nou, die staat er. Stond eigenlijk ook op de verpachtingslijst, maar helaas niet. Maar we gaan een lekker rondje lopen over het Vrijthof. En ik zou zeggen, geniet van deze lekkere review. Hier, vanuit Maastricht. Ofwel, vanuit Maastricht, vanaf het Vrijthof. Dat we de jackpot winnen. Alleen je kan nou de jackpot winnen bij de coin pusher. Gewoon Jules van Essen. Hey, ja, dames en heren, ze komen aan bij de allereerste zaak. De mega booster, Reis van de Stroeken. Jarenlang gerezen onder bakken. Maar nou is de beurt aan Stroeken. Voor het laatst nog gezien op de Koningskermis in Capelle aan de IJssel. Of Alphen aan de Rijn, ik weet eens niet meer. Ah oh nee, sorry. Op de Koningskermis in Hilversum. In ieder geval, we kunnen al voor de eerste keer aanschouwen op Reis van de Stroeken. Uit deze zit een middelmatige booster gebouwd bij Fabri. Uit het mooie Italië. Ik ben heel erg benieuwd naar de restyle waar ze mee zullen gaan aankomen zetten. Maar het is een leuk boostje om te zien en om te doen. Ofwel kom je tegen, stap lekker erin. En geniet van de mega booster. Reis van de Stroeken. En zo schieten we door richting de volgende zaak. En dan hebben we hier nog een schietsalon staan. Volgens mij best wel vaak gezien, maar die letters die er bovenin zitten zijn volgens mij hartstikke nieuw. En dan hebben we daar nog de Chocolate Sensation. En ja, dames en heren, zo te zien zijn we op tijd aangekomen, want we gaan hier een paar mensen, misschien wel vanuit Maastricht, de lucht in schieten. En dat is namelijk de Air Race Bungee, Reis van de Alpes Amusement. Een type injection seat gebouwd bij Technical Park. En al wat verschillende kennis gezien, is nu gezien, dat hebben we al gedaan. En voor het laatst dat we nog hebben gezien, dat was tevens op de Haarse Koningskermis. En dit is nou volgens mij de tweede of de derde keer dat hij hier staat. In ieder geval, jullie kennen en weten mijn meningen. Dus vind je het leuk om afgeschud te worden, stap er dan in. En zo gaan we van de injection seat even wat lager opzoeken. We gaan richting een kernreactor toe, die hier voor de tweede keer staat. Nou, dames en heren, het gaat er echt gebeuren. Er gaat een reactor ontploffen. Nee, geintje. Het is tijdens de reactor Reis van het Boostveld. Een diameter rotation / moonen. En is gebouwd bij Technical Park. Op heel veel verschillende kennissen gezien. En voor het laatst nog gezien op de Haarse Koningskermis. Soms wel een mooie plek. Maar meestal is dit altijd een plek voor een loopzaak of een spookhuis. Maar dit keer is het gevallen op een heel extreme attractie. In ieder geval
Aviator de Ride doen als de goed is. En dat is namelijk Aviator de Ride, Reis van de Orcus. Die nou nog eventjes in het noorden van het land staat. Maar volgende week komt hij hier richting Limburg toe. En gaat als goed is zijn première doen. En dan kunnen we een beetje langzaam gaan opmaken wat nou echt de extreemste attractie van de Nederlandse kermis zal zijn. In ieder geval, Reactor hoort daar wel bij. In de top 2 of 3. In ieder geval, als je hem tegenkomt, stap erin en geniet van de rit en show. Want je hebt hier gegarandeerd altijd een goede rit en een goede show erop zitten. Ofwel, de Reactor. Hij stond het boostveld. En zo gaat het door. Richting mijn favoriete afterburner van Nederland. Die zo meteen gaat draaien. Nou, dames en heren, ik hoor het toevallig net door de microfoon heen galgen. It's showtime. Nou, dat kan kloppen, want we zijn aangekomen bij die showtime. Het is nou een type afterburner, gebouwen KMG. Al heel vaak op verschillende kermis gezien en hebben we dat gedaan. En naar mijn mening is dit toch wel de mooiste, de snelste en de beste afterburner die hier in Nederland rijk zijn. Rijnstokken van de Wiel. Die staat hier toch altijd wel een beetje vastgeroest. En er zijn meteen een paar vernieuwingen opgevallen. Dus namelijk die rand van de trailer is helemaal opnieuw, volledig in de led gezet. En hele nieuwe figuren erin. Dus heerlijk dat ze gewoon binnen zijn gegaan met ledverlichting. En zometeen, als hij op zijn allersnelste draait en op zijn hoogste draait, gaan het leukste die wijzers ook nog draaien. Met de richting of tegen de richting in. In ieder geval, dames en heren, kom de showtime tegen van de wiel. Stap erin en geniet van de rit en show. Want dit is toch wel echt, naar mijn mening, de mooiste en de snelste en de beste afterburner van heel Nederland. Ofwel, de showtime. En zo stap ik door richting de overkant. En dan komen we de breakdance tegen van Sipkema. Voor de laatste keer mocht je zien. Dat was volgens mij vorige week op de week daarop. En ja, het is een type 3 breakdance gebouwd bij HUS. En het leukste is, deze expertant doet zich aanpassen aan de stad of dorp waar hij staat. Zo, als je nou ziet, staat ze in Maastricht. Dus er zitten op de middenkristal ook vlaggen van Maastricht erop. Als je in Den Bosch staat, dan zitten de Bosse kermis vlaggen erop. Dus hoe leuk is dat dat deze expertant zich aanpast aan de stad of dorp waar hij staat. Maar het leukste is, deze expertant heeft speciaal voor deze kermis speciale penningen laten maken. En zo gaan we op après-ski party. Maar dames en heren, voordat we op après-ski gaan, of wel op de après-ski party, gaan we even terug naar de breakdance. In ieder geval, het is namelijk zo, dus dat ik net bij de kassa stond om te vragen naar de penningen. Nou, ik wou er ook even voor betalen. Nou, ik kreeg ze gratis in mijn handen gedrukt. Maar in ieder geval, ik zat zo dus bij de kassa. Nico Sipkema die zat zelf achter de knoppen. En in één keer zei hij van, hey, je hebt verkeerde sleutelhangers hangen. Ik denk van, hoezo verkeerde sleutelhangers? Nou, ik heb namelijk van deze mooie breakdance een sleutelhanger aan mijn tas zitten. Zij is ook in één keer sleutelhangers van de breakdance van ja, de witte. Ofwel, daar heb ik over Bommer. Tevens onder Kolderwijn heb ik een sleutelhanger hangen. En ook van andere verschillende breakdancers heb ik sleutelhangers aan mijn tas hangen. Dus Nico was even niet zo blij. Toen ik mijn tas afdeed, liet ik mijn tas zien en liet ik de sleutelhanger zien van deze breakdance. Deze mooie, geweldige breakdance. In ieder geval was ik weer blij en opgelukt. Nou, zijn je vrienden. En zo gaan we dus op après-ski. Ofwel de après-ski party. Hij is van de Meijer Junior. Voor de laatste keer nog gezien. Dat was in Snit. Ofwel op de voorjaarskermis van Snee. Het is toch wel een van de leukste en mooiste filmhouses die in Nederland rijk zijn. Ook al zitten ze wel eens in Duitsland, is het toch wel een leuke show te zien en dat te doen. Ofwel, dit is een filmhouse gebouwd bij Ghost Zetto uit mooie Italië. En we hebben hem nog dus in Snee gedaan en een All Right One True van gemaakt.
ja, ik vind die voorbouw erbij toch wel best wel leuk en veel beter erbij passen dan bij degene die we in Nederland hebben. En dan hebben we het namelijk over Adventure Bay van Speldering. In ieder geval ja, vind ik deze voorbouw toch veel leuker erbij staan. Wat kom je tegen hier in Nederland of in Duitsland? Loop wel lekker rondje erheen. Ofwel, dat is skiparty van Meijer. En zo gaan we door richting de volgende zaak en laatste zaak helaas alweer. En dan hebben we hier nog Pop de Balloon, als je het kunt zien. En dan hebben we daar nog een mini octopus, de rijster op die manier. En hier nog een pingpong. En daar een UFO jet in Disney-stijl. Ja, dames en heren, dan hebben we hier nog Buggy Ride. Wij stonden netjes op verschillende campers gezien. Een leuke buggybaantje voor de kids. En dan hebben we daar nog een Sanford trampoline. En daar een babysport die ik nog nooit heb gezien. Ja, dames en heren, voordat we bij Time Machine Coaster aankomen, gaan we eventjes hier naartoe. Dit is een carousel rijstonde Ludges. Nou, deze heb ik nog nooit gezien. Nou, dat kan, want dit is een hele nieuwe babysport. Dus ja, ik wil de familie Ludges hierbij van harte feliciteren met deze mooie aanwinst. Hopen dat jullie veel mooie camps mogen gaan draaien, maar helaas staat hij nou met pannen. Kan gebeuren, maar ik vind het echt een hele mooie babysport om te zien. En zo gaan we echt richting de Time Machine. En ja, dames en heren, zo zijn we aangekomen bij de laatste attractie. Steven's Time Machine, de coaster rijst van de Buwalda. Een classic spinning coaster gebouwd bij Reveson uit Frankrijk. Het is heel uniek als we deze hier in Nederland tegenkomen. Want deze reist meestal in Duitsland rond. En het is een classic spinning coaster gebouwd bij Reveson met horseshoe. En geen overbank bocht. Laten we daar eventjes op houden. In ieder geval, als we hem hier in Nederland tegenkomen, is het misschien wel eens in Tilburg. Maar meestal op deze plek staat altijd wel de spinning coaster van Buwalda. Is het niet de spinning coaster van Buwalda, dan staat meestal wel de Magic Mouse hier neergezet. Dus ja, is het hartstikke leuk dat deze skitsie hier staat. Natuurlijk gaan we even hier een rondje op maken op Time Machine, de coaster van Buwalda. En zo gaan we naar de dag van morgen. Dan gaan we naar de Pfingstmarkt toe in Hukkeloven. Met een hele goede kameraad van me. Ja, dames en heren. Terwijl we Time Machine, de coaster van Buwalda. Hier is een rondje weg te dreigen. Nou, ga ik helaas weer van jullie afscheid nemen. Hier vanuit Maastricht. Nou, het was weer een leuke, gezellige, mooie editie. Nou, leuke afwisselingen in zaken. Verrassende zaken die ik vandaag nog nooit heb gezien. Bijvoorbeeld de Apperskin Party van Meijer. En natuurlijk ook Time Machine Coaster van Buwalda. Hoe uniek is het als je deze hier nog in Nederland tegenkomt? Omdat hij gewoon niet als alleen nog maar in Duitsland zit. En kan ik enigszins goed begrijpen, omdat je daar gewoon beter kan verdienen. De plaatsen goedkoper zijn en mooiere plaatsen hebt voor dit soort coasters. In ieder geval, morgen gaan we dus naar Hukkeloven toe en de Pfingstmarkt. Dan gaan we weer een paar mooie nieuwe zaken opzoeken voor mij dan. Een paar oude zaken opzoeken. Dan hebben we het over wel 1001 nacht. Een vliegende tapijt. Die na een fucking beter jaartje of 4, 5 of 6, ik weet het al niet meer. Weer gaan doen. Die hebben we voor het laatst nog in Gevelsberg gezien in Duitsland. En nou gaan we morgen weer opnieuw doen. Maar dan in Hukkeloven. Maar ik zou zeggen, had je nog niet gedaan, vergeet even dat blauwe duimpje omhoog te doen. Natuurlijk even op de YouTube kanaal Dutch Coast Community. Abonneren voor meer leuke reviews, vlogs, allerlei snelheid van het Kerst en Petpark. En hier vanuit het Schöne Maastricht zeg ik hoi je tot de volgende keer. En houdoe!